Dat was deel 1 van het filmpje. Nu is dit deel 2. Hij begon zelf ineens te verwerken, mijn camera. Dus waarschijnlijk ben ik gewoon te lang aan het praten. Ik loop nu door de kelder heen. Dit waren de konijnenhokken. Staat nu vol met zooi. Dit is mijn motor. Ook heerlijk land om motor te rijden, Zweden. Hier hebben we een deel van de houtvoorraad liggen. Ik was aan het vertellen dat ik als schrijver nog niet zoveel geld verdien. En dat ik dus gezocht heb naar een bijbaantje. Die heb ik ook gevonden. Dat komt omdat ik de taal inmiddels goed spreek. En dat is natuurlijk gewoon een van die zaken. Dat is trouwens mijn tweede tip. Heb je besloten, ik ga emigreren naar een bepaald land. Zorg er dan voor dat je in ieder geval de taal een beetje beheerst voordat je gaat emigreren. Zodat je dingen die geregeld moeten worden niet in het Engels hoeft te doen. Want als je de taal... Je hoeft het niet echt te beheersen, maar als je hem een beetje spreekt, dan word je al zoveel beter behandeld. Want dan zeggen de mensen, je doet in ieder geval je best om te integreren. En dat maakt echt heel veel uit. Bovendien is het handig, want ik ben Zweeds gaan leren op de Volksuniversiteit in Den Haag. Elke keer als het een Zweedse leraar was, want dat was niet altijd zo. Dat je brieven kan lezen. Dat je als je officiële brieven krijgt, dat je weet waar het over gaat. En niet steeds naar je buren hoeft te gaan om te vragen, help, wat wordt me nou weer geschreven? Ik laat jullie nu de voorraad zien, voorraadhok, met dingen die we inmaken, maar ook voorraad. Daar staat bijvoorbeeld Hollandse erwtensoep, ja lullig, maar oh, zo lekker. Wil het niet mis. We hebben droge bonen, heel veel soorten. Deze jongens, dat is tauge, dat maken we zelf. Hier kazen die we zelf maken van de melk die we krijgen. Mijn man experimenteert met van alles. Echt super lekker en gezond. We zijn in de leer geweest, gewoon brutaal weg bij een boer in Bodegraven, vlakbij Gouda. Gewoon naar binnen gestapt, gezegd, joh, je bent een kaasboer, mogen we in de leer? Want wij wonen in Zweden in het bos en willen onze eigen kaas maken. We waren meer dan welkom. We hebben een hele dag in de leer zijn we geweest. En nu maken we op die manier maken we kaas. Dat gaat perfect. Hier staat nou pindakaas, ja, ragout kun je hier ook niet krijgen. Maar elke keer als ik iets tegenkom wat goedkoop is, wat wij gebruiken, dan neem ik een voorraadje mee. Dit is bijvoorbeeld gist, we bakken ons eigen brood. En we maken onze eigen boter. We zorgen zoveel mogelijk voor onze eigen groenten en fruit. Wijn niet, dat zou kunnen. Je kan natuurlijk vruchtenwijn maken, maar dat doen we niet. En wat we hier hebben, deze tonnen komen ook van de verffabriek af. Daar heeft de verfpoeder in gezeten. Die hebben we schoongemaakt. We kregen ze gratis. En daar hebben we zakken in, dubbele zakken. En daarin hebben we, hier zit dus meel in. 20 kilo meel. Hier heb ik rijst, macaroni. Daarachter staat nog meer meel. En hieronder hebben we ook nog andere zaken. Het is voor ons... niet te doen om voor elke boodschap even naar de winkel te gaan. Het is 25 kilometer naar de eerste winkel door slecht terrein. Dus wij zorgen voor een voorraad. En we hebben hier in het verleden hebben we ook gehad dat de stroom afbrot. Ik wil het in het Zweeds zeggen. Dat we geen stroom hadden. Door een omgevallen boom op een leiding of wat dan ook. En dan zaten we gewoon een dag zonder stroom. Er is een orkaan geweest hier in 2005, het jaar dat wij ons huisje kochten, waardoor mensen weken zonder stroom zaten. Nou zijn de leidingen bij ons ingegraven, maar we hebben toch een noodvoorraad, al is het alleen maar om benzine te sparen, om niet elke keer mis te grijpen als iets op is. Dus dat is een van de consequenties van wonen in het bos, ver van de beschaving. We hebben hier een paar buren en die mensen zijn gewend om hier te leven. Ik zal even een lichtje aan doen. En die leven eigenlijk op dezelfde manier. Die hebben allemaal een voorraadkelder. En die mensen die zorgen gewoon voor zichzelf. Klaar. Dit is de pomp die het water oppompt uit de bron. Het is een A-kwaliteit. Dat is een drukvat, wat zorgt dat er altijd druk op de kranen staat. Er is een onderdeel kapot gegaan en dat lekt. En dat is dus gewoon niet te krijgen, dus dan zouden we dit hele stuk moeten vernieuwen. Dus daar heeft mijn man gewoon als een soort MacGyver een tijdelijke constructie voor bedacht. Het lekt iets, maar in ieder geval hebben we druk op de ketel, zoals het heet. En dat is belangrijk. Maar zolang als we geen oplossing hebben, staat er een lijmklem op met een stuk rubber op het gaatje. Vinger op het gaatje. en doen we het gewoon zo.
Het is gewoon creatief zijn. Nou heeft mijn zoon je hebt 3D-printers tegenwoordig, waarbij je met kunststof dingen kunt maken. Mijn zoon heeft een pen gekocht, die dat kan. Dat heet de 3D-doodler. En hij heeft bijvoorbeeld mijn bril al gerepareerd. Ik had een leesbril die kapot was, die heeft hij gerepareerd. En nou, zo zijn er meer dingen te repareren. Hier woont mijn zoon, echt een malle pietje. Die heeft een race-drone gekocht. Dit hebben we allemaal zelf aangelegd. Hier, dit was voor ad hoc beton, goor, grauw, nat. Hij woont hier. Dit is onder de trap aan de voorkant. We hebben een badkamervorm gemaakt. Het is allemaal klein, allemaal compact. We zijn ook van een heel luxe huis met een pracht van een inbouwkeuken. En supermodern. We wonen aan de rand van een park van Staatsbosbeheer in Pijnakker. Zijn we naar dit kleine huisje gegaan. En dat is echt best wennen geweest. In het begin is alles avontuur en vakantie. En nou ja, leuk. En uiteindelijk als dan de dagen gaan korten. En je geen werk hebt. En geen persoonsnummer. En geen zicht op zekerheid. Dan wordt het spannend. En dan moet je er wel tegen kunnen. Dan moet je... We hebben met elkaar de afspraak gemaakt. Als één het echt niet meer kan. Dit is een logeerhokkie. Was een voorraadhok. Als één het echt niet meer aan kan, dan volgen we elkaar. Onze zoon was net uitgestudeerd. Die was human technology ingenieur geworden. Had geen werk uiteraard. Sprak de taal niet. Had hij de tijd niet voor gehad. Dus we wisten, als het misgaat, dan zullen we hem moeten onderhouden. Dat is een van de consequenties geweest. En dat zijn best wel spannende dingen. Die heel belangrijk zijn. Als je dat niet goed doorpraat met elkaar, wat doen we in geval van? Wat is plan B? Wat is plan C? Dan kom je er misschien wel eens voor hele moeilijke feiten te staan. Dure feiten ook. Want terugverhuizen kost klauwen maar geld. We hebben het zelf gedaan, onze verhuizing. We huurden een klein vrachtwagentje. We zijn met aanhangers gereden. Dat kan je allemaal overlezen trouwens in ons boek. Hier is geen verwarming, dus je ziet het verschil, condens hier. Dit hebben we zelf gebouwd, boven de garagedeur. Maar we hebben dat wel aan de hand gehad, want mijn man kreeg heimwee in het eerste jaar. Dat was echt een hele onzekere periode. En we zijn toen een week of een paar dagen naar Groningen geweest om huizen te bekijken. Uiteindelijk kwam hij er daar ter plekke achter dat hij er geen zin meer in had om naar Nederland terug te gaan. Dat zei hij, nou, nu weet ik weer precies waarom ik verhuisd ben. Dat had hij dus nodig. Het was wel een hele dure rit. Dat heeft ons 1000 euro gekost. Heen en terug met de auto en in een bed and breakfast zitten. Maar als je dat niet doet, dan blijft die spanning onderhuid zitten. Dat zijn dingen die je moet oplossen. Wij hebben er geen spijt van. We hebben het ongelooflijk naar ons zin. Ik heb nooit kunnen zeggen in Nederland dat ik echt gelukkig was. En dat kan ik hier wel zeggen. Ik doe precies waar ik zin in heb. En verdien een leuke cent bij. En we hebben alle vrijheid die we willen hebben, hebben we. We leven zo luxe als we willen. Wat zou ik zeggen? Weet je, volg je hart. En dat twijfelen hoort erbij. Dat hebben we ook gehad jarenlang. Uiteindelijk is de knoop doorhakken de enige methode. Er komt niet een moment dat je zegt, oké, nu voel ik het goed. Nee, je blijft twijfelen. En als je doet en hebt gedaan, dan blijf je ook nog twijfelen. En uiteindelijk verhuis je nooit alleen je koffers. Dus je lichaam volgt en je emoties volgen daarachteraan. En dat kan best een tijd duren. Maar als je je hart volgt, dan maak je volgens mij geen fouten. Tot de volgende keer. Doei.